Dames en heren, dat allemaal gezegd hebbende ga ik u nu niet langer in spanning houden, want we hebben echt drie toppers hebben voor u in de aanbieding. Om het ongemak wat te vergroten hebben ze bovenaan de SBS showtrap gezet. Ik dreun even op wie ze zijn en aan u is het om met een warm applaus uiteindelijk naar de stoel te begeleiden. Dames en heren, de eerste man won 1 keer Politieke Junkies, is toch echt wel een vriend van de show. Schreef voor Vrij Nederland, doet dat tegenwoordig al een aantal jaren voor NRC Handelsblad. Niemand minder dan Thijs Niemand Verdriet. Ja, dames en heren, de volgende man is een bijzonder geval. Al was het maar omdat hij 2 keer dit programma wist te winnen. Maar wat helemaal... Overigens niet het stemgeluid van de man die u net hoorde. Maar wat bijzonder aan hem is... En ik neem aan dat u ook wel eens in de radio toch wel echt het politieke nieuws volgt. Maar het bijzonder aan hem is... Het maakt niet uit hoe lang de crisis heeft geduurd tot hoe laat hij opgebleven is 's nachts. Want als u 's ochtends bij het ochtendjournaal Radio 1 luistert... Lijkt het alsof hij 12 uur geslapen heeft, kwiekfit is... En van alles en nog wat het hoedje en de rand weet. Dames en heren, Radio 1 verslaggever voor de politiek, Joost Vullings. Ja, en de volgende is in heel veel opzichten een bijzondere gast. Vooral omdat hij eigenlijk de defending champion is. Hij won namelijk de vorige editie. En ik zeg u eerlijkheidshalve bij, u heeft het misschien gezien staan. Shaila Sitalsing, columnist van de Volkskrant, zou hier vandaag op panel zitten. Zij heeft zich helaas moeten verexcuseren omdat zij niet helemaal lekker was. Gaat inmiddels een stuk beter met haar. Vanaf hier dus ook meteen beterschap gewenst. En dan is het extra leuk natuurlijk om de defending champion, de man die dus de vorige editie van Politieke Junkies wist te winnen. Hij is al jarenlang bekend van zijn columns en al zijn verhalen in de Vrij Nederland. U kunt hem ook wekelijks horen bij Vrij Nederland, of bij Het Oog op Morgen, maar ook Argos. Dames en heren, de verdedigende kampioen, niemand minder dan Max van Wezel. Heel goed, Max. Voor jou hebben we de ere zetel in het midden. Ik ga u direct het jurylid, het eenkoppige jurylid aan u voorstellen. Maar voordat we daar gaan beginnen, toch even het volgende. U heeft ongetwijfeld gezien dat de bootvluchtelingen voor de VVD een heel hard punt is. De grenzen moeten dicht. Dat schijnt niet alleen voor ons, maar ook zelfs voor die vluchtelingen een veel beter idee te zijn. En wat wij als redactie doen, natuurlijk alles in de gaten houden. Dus wij kijken ook op websites van partijen. En wij struikelden, of misschien moet ik zeggen, het kreeg onze extra aandacht toen we even op de VVD-website kwamen. Want het argument, kijk, u ziet misschien rechtsboven. De problematiek bootmigratie vraagt om brede militaire aanpak tegen smokkel. Nou gaat het mij niet zozeer om de kop, maar vooral natuurlijk om de foto eronder. Het is zeer ernstig, bootvluchtelingen, dames en heren. Er zijn ook mensen die praten over gelukszoekers, maar daar zou ik het nooit over willen hebben. Maar los van de foto, dit had toch onze aandacht. En u ziet rechtsonder, ziet u flikker, ziet u staan. Dus wij zijn toch even gaan kijken van wie is die foto nou eigenlijk. En daar kwamen we snel achter. U ziet linksonder staan Robin Taylor. En het blijkt te gaan om de foto van Sunset Segay. Dat is toch wel de zonsondergang in Segay. Segu. Dat is een rivier in Mali. Ik zeg het overigens bij een binnenrivier. Dat is iets anders dan open water. En het fascineert toch dat je als VVD dat je dit belangrijke, urgente probleem nog op de kaart wil zetten. Met een vakantiefoto van Robin Taylor. Maar goed, het zou flauw zijn om dat in de beeldvorming voor de rest door te duwen. Dames en heren, we hebben ook nog wat anders voor u. We gaan het vanavond veel met u hebben over beeldvorming. En ook beeldregie. Op dit moment is aan de gang het VVD-congres. Dat is altijd een vrolijke bedoeling, Dixieland Band. Maar wij kregen via een van onze bevriende panelleden, Xander van der Wulp, kregen wij de volgende foto door. Kijk, dit is eigenlijk 1,5 uur geleden. En dan moet u even, voor de mensen die letten op... Dus we hebben zien, rechts ziet u ambitie staan. In het midden onze koers, dan VVD. En links, Ivo. Waar is Fred, zegt Max. Die zei, oké. Ivo gaat daar een belangrijke rol spelen. U weet natuurlijk, de gewezen minister van Justitie en Veiligheid. En we hebben inmiddels de laatste beelden net doorgekregen, live vanuit het congres van de VVD. En daar zien we inderdaad Ivo Opstelten met Loes Luca. Kijkt u mee.
We wachten nog even nu op de juiste beelden, dames en heren. Kunnen we deze ons dichtklikken, helpt dat? Als we zo direct roep bukken, dan kan het zijn dat er een muis... Oké, okay, kom wat, let op. Een soort vrijgezellenfeest wordt er geroepen.